Het vrouwenschaatsen van kort na de Tweede Wereldoorlog wordt beheerst door Russinnen. Zo ook op de 3000 meter. Tussen 1949 en 1967 zijn achtereenvolgens Kolchevnikova, Karelina, Akefjeva, Zhukova, Artamonova en Skoblikova houdster van het wereldrecord. Stien Keizer doorbreekt de Russische hegemonie. Ze is in 1967 de eerste vrouw onder de 5 minuten en wereldkampioen allround. Hier hebben we de laatste 10, 12 slagen van de wereldkampioenen 1966-67 Stien Keizer. En na 1951 heb ik u verteld, is het niet meer gebeurd dat een andere dan een Russische schaatsenrijdster de wereldtitel greep. Keizer blijft 2 jaar houdster van het wereldrecord. Daarna wordt het overgenomen door een andere Nederlandse, Ans Schut. Daar moeten we rekenen op een tijd die bijzonder scherp is. Een tijd die om en nabij het wereldrecord zal liggen. 44 wereldrecord is 4,54,6. Dik binnen het wereldrecord. Een tijd van 4 minuten en 52 seconden. 4 minuten 52 seconden, een nieuw wereldrecord voor Ans Schut. Keizer, inmiddels in kleur, pakt het wereldrecord nog 1 keer terug. In 1971 is zij in Davos de eerste onder de 4 minuut 50. De eerste onder de 4,40 is de Russin Galina Stepanskaya. In 1976 rijdt ze in Medeo 4,40,59. Een week later is ze op dezelfde baan bijna 10 seconden sneller. Kennelijk stond de wind die dag goed. Ook de volgende 3 wereldrecords worden op Medeo gerealiseerd. Dit gebeurt door 3 Oost-Duitse vrouwen. Op 21 maart 1986 zet Karin Kania de wereldbestijd op 4,18,02. De Oost-Duitse hegemonie lijkt op die van de Russinnen van de jaren na de oorlog. Maar weer is er een Nederlandse die tegenstribbelt. Yvonne van Gennep wordt naast Tien Baas en Ans Schut de derde Nederlandse wereldrecordhoudster op de 3 kilometer. Op de overdekte baan van Heerenveen snelt ze naar 4,16,85. Kania, Erich en Zange willen op de Spelen van Calgary voor eens en altijd afrekenen met de goedlachse plaaggeest uit Haarlem. Maar dat loopt even anders. Wat knap van Yvonne dat ze dit kan. 3,37,08. Ze geeft 16e seconde slechts toe. Dat is ongelooflijk knap waar ze nu mee bezig is. Vol en alles eruit nou. Kom op Yvonne, rijden. Wat heeft ze dit goed gedaan. Bijna heeft ze zichzelf verstopt voor de rest van de wereld. Echt in alle rust is ze bezig geweest. En dan komt ze met deze explosie. 4,12,09 is het de kloppen tijd. Kom op Yvonne Rijen. 4,12,09. Sneller, 4,12. Jawel! 4,11,94. En nu weet ze het. Wereldrecord, Olympisch record. Fantastisch gedaan, Yvonne. Wat een ongelofelijke prestatie. Niemand kon bij die Oost-Duitsers in de buurt komen. Vergeet het maar, zij deed het. Wat een prestatie. Wat een prestatie. Het record van Van Gennep houdt 2 jaar stand. Dan begint de dictatuur van Gunda Niemann. In 1990 verbetert de Duitse het wereldrecord voor het eerst. In 2001 doet ze dat voor de 7e en laatste keer. Nog nooit vertoont de allereerste vrouw die hier dan onder die 4 minuten duikt op de 3000 meter. Niemann, ze rijdt een nieuw wereldrecord. 4,00,26. Verliest dan net iets te veel in die laatste ronde om onder de 4 minuten te duiken. 2 weken later is het wel raak, maar niet door Niemann. Gaat Pechstein als eerste vrouw onder de 4 minuten finishen. 4,05,01 is de beste tijd tot dusver van Prokasjeva, een Kazachstaans record. Maar veel belangrijker is de vraag, komt hier een vrouw voor het eerst onder de 4 minuten? Ja! Claudia Pechstein, wereldrecord. 3,59,27. De barrière van 4 minuten is genomen door Claudia Pechstein. Na Pechstein is het de beurt aan Cindy Klassen. In november 2005 rijdt de Canadese 3,55 en in maart 2006 verbetert ze die tijd op haar thuisbaan in Calgary. En die prestatie vormt 6 jaar later nog steeds het wereldrecord. Weer een wereldrecord voor Cindy Klassen. Het was 3,55,75. Het is 3,53,34.